Dit is het verhaal van Chef van Dongen. Hij groeide op in Tilburg. Maar Noord-Brabant was hem eigenlijk niet noordelijk genoeg. En daarom ging hij op een boot helemaal naar Spitsbergen. En toen? Toen kwam 1928. Het jaar dat hem wereldberoemd zou maken. Er worden internationale zoekacties opgezet om de gestrande Nobilé en zijn overgebleven crew te zoeken. En wij Nederlanders? Wij vragen Chef van Dongen om met zijn hondenspan de Italia te gaan zoeken. Het wordt een hel van een tocht richting het eiland waar Nobilé en zijn bemanning zijn neergestort.